De eerste keer dat je ziet wat er daadwerkelijk gevormd wordt door je moleculen, dat is echt super interessant om dan daadwerkelijk en voldoenend om te kunnen zien. Ik doe onderzoek naar kleine deeltjes en hoe ik daarmee natuurlijke structuren in het lichaam kan nadoen. En die natuurlijke structuren ben ik in geïnteresseerd in de eiwitten en in de fibers in het lichaam. En die zitten om de cel heen en die hebben interacties met de cel. En voor mij is het interessant om te kijken hoe ik dat op een synthetische manier kan nadoen. Dus hoe we dat eigenlijk kunnen vervalsen in het lab. Mijn naam is Esmee de Korver. En ik ben een promovenda op de Technische Universiteit Eindhoven, waar ik onderzoek doe naar complexe moleculen en materialen. Die moleculen die moeten responsief kunnen zijn op de omgeving. En dat kan zijn met een zuurtegraad of met licht of door interacties met andere moleculen in de omgeving. En voor mij is het belangrijk om dus die dynamiciteit in te bouwen met behulp van deze moleculen. Wat ze doen is ervoor zorgen dat mijn deeltjes kunnen vouwen door op deze manier interacties met elkaar te hebben en weer te kunnen ontvouwen door een stimulus. En dan gaan ze uit elkaar en daardoor wordt mijn deeltje een fiber, dus dan wordt het lang. En dan kan het bijvoorbeeld een medicijn loslaten of het kan helpen met het vormen van een weefsel om de cellen heen. Voor mij betekent het doen van onderzoek dat ik in het lab sta, in het synthese-lab. Ik volg een soort recepten om moleculen te maken. En die onderzoeken we dan in een ander soort lab. Wat kan een analytisch lab zijn waarbij we met licht kijken naar onze deeltjes of met microscopen. Het kan een cellab zijn waar we kijken hoe onze moleculen interacties hebben met de cellen. En op die manier proberen we zo goed mogelijk te begrijpen wat we eigenlijk gemaakt hebben en wat ze doen met de stimuli die je ze geeft. Het doel van mijn onderzoek is om uiteindelijk die deeltjes te kunnen gebruiken voor targeted medicine. En we kunnen bijvoorbeeld met behulp van mijn deeltjes die zich openvouwen bij kankercellen in de buurt medicijnen afgeven. En die medicijnen moeten uiteindelijk die cellen kunnen afbreken zonder bijeffecten of andere soorten vervelende werkingen die normale medicijnen hebben. En op die manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren in de toekomst.